Welkom bij de My Tourist podcast. In deze serie nemen Jasper en ik, Patrick, jou mee in alles dat komt kijken bij het starten en het draaien van jouw accommodatie. In deze laatste aflevering van deze serie gaan we praten met ervaringsdeskundigen op het gebied van emigratie. Pierre en Monique, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. We gaan het vandaag hebben over emigratie. Ja. Tijdje. Maar hoe zijn we daar gekomen? Laten we daar eerst eens beginnen. Hoe is die droom ontstaan? Die droom is ontstaan. Ja, door heel veel op vakantie te zijn in Oostenrijk. En het als een thuisland voelen. De leefomstandigheden daar, het leven in Oostenrijk, de vrijheid die je dan hebt. Ja, zo een beetje, denk ik. Maar dan hebben jullie zomaar de banen opgezegd? Ja, die hebben we zomaar opgezegd. Nou, dat doe je niet in één keer. Dat doe je niet in één keer. Daar gaat er dus wel jaren overheen dat je erover gaat denken van dat lijkt me leuk en een zelfstandig. Ik heb altijd heel graag zelfstandig willen werken. Nou, in Nederland kan je niet echt een bedrijf opstarten. Vinden wij, dan moet je veel meer financiële middelen hebben. Nou, dat hadden we dus niet. Dus ja, zo. En dan is het buitenland is wel een mogelijkheid. En wat deden jullie aan werk? Nou, voordat jullie... Ik zat in de installatietechniek. En dan mijn laatste jaren was ik projectleider bij een groot technisch bedrijf in Rotterdam. En dus heel wat anders. Ja. Alhoewel wel met mensen omgaan heel veel. En dat is nu gebleven, alleen op een heel ander vlak natuurlijk. Ja, precies. Ja, en ik werkte natuurlijk altijd op administratief gebied. Heb ik veel gedaan. En de laatste jaren zat ik op een middelbare school. Ook inderdaad met heel veel met mensen omgaan. Kinderen en dat soort dingen. Ja, en dat is dus vertaald naar... Toen we gestart zijn naar een pensioen natuurlijk. 10 jaar geleden. Het is dus uiteindelijk wel een droom geworden voor jullie om naar Oostenrijk te emigreren. Ja. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Vanuit Nederland gezien? Nou, gewoon heel eenvoudig. Een bord in de tuin en je huis te koop aanzetten. En dan gaan zoeken. Zo simpel is het. Ja. Maar waren jullie helemaal op Oostenrijk gefocust? Ja. Oostenrijk, sterker nog, totaal op Carinthië. Carinthië had ook te maken met het klimaat en de leefomstandigheden daar. Heel eerlijk, ook de prijzen van de huizen toen de tijd. Ja. Tirol en andere boendeslanden zijn stukken duurder. Ja. Maar wij vonden juist Carinthië, juist ook voor het klimaat, vonden we heel fijn. Ja. Dus wij hebben ons geconcentreerd op Carinthië, maar dan wel Carinthië-wijd. Ja. Ja. Nou heb ik er natuurlijk zelf ook gewoond. En dan weet ik natuurlijk ook voordelen van 300 dagen zon, Mediterraans weer. Dus, ja. Ik kan het me heel goed voorstellen. Waar heb je dan op gelet op het moment dat je een pand gaat kopen in Oostenrijk? Waar kijk je dan naar? Je let dan op dat je rond kan komen met een pensioen. Dus je kan natuurlijk hoog in de bergen gaan zitten. Dat is hartstikke leuk. En zeker ook in de zomer, min of meer, maar in de winter dan wel. Maar wij hebben echt gezocht naar een gebied wat zwaar twee seizoenen heeft. En je bent ook afhankelijk van wat komt er te koop? Waar komt iets te koop? En wij hadden onwijs veel geluk dat ons pand te koop kwam. Precies in de tijd dat wij ook bereid waren. Dat wij ons oude huis in Nederland verkocht hadden. En dat precies dat pand daar toen was. We konden het niet. Wij zitten in Hermegoor. Ik kon heel Hermegoor niet. Maar toen wij eens goed gingen onderzoeken. En dat is tegenwoordig met het internet heel makkelijk. Je kan op sites, booking sites, kun je zoeken van. En daar laten mensen bewittingen, noemen dat, beoordelingen achter. En dan kan je zien, oké, in de winter en in de zomer krijgen die mensen daar beoordelingen. En dan weet je dat daar altijd gasten zijn. En daar hebben we een beetje naar gekeken. Maar nogmaals, het pand was daar en daar moesten we het wel mee dealen. Maar we zagen dan wel heel snel dat het zeker potentie had. Ja. En wat komt er dan allemaal bij kijken? Want ja, je koopt het niet even via een mailtje van jongens, we gaan het regelen. Nee, je zit op een afstand van 2000 kilometer of zo. Wij hadden natuurlijk het plan voor onszelf getrokken. We verkopen eerst ons huis. En dan weten we hoeveel we in onze broekzak hebben zitten. We zijn in een huurwoning gegaan. En aan de hand daarvan weet je ook wat je budget is. Gedeeltelijk. Dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Je moet een gedeelte meenemen. Maar genereert zo'n pand aan een omzet? Nou, en met dat plan stap je dus naar een bank. We zijn dus in eerste instantie wezen kijken. Toen zijn we nog een keer
toen zijn we ermee bezig. Twee keer geweest. Ja, we zijn twee keer geweest. We zijn de eerste keer geweest kijken. Toen hadden we wel, hebben we interesse in dat pand getoond, ook naar de eigenaren toe. Uiteindelijk zijn we daar een beetje mee aan de slag gegaan. Bij banken werd er nagevraagd of er een mogelijkheid was. Toen kwam er eigenlijk nog een koper in het spel. En toen zijn we nog een keer een weekend heen en weer gereden. Hebben we ons plan voorgelegd aan de eigenaar. En toen, die is toen met ons meegegaan. En gezegd van, nou oké, ik wil het aan jullie verkopen. En zorg er maar voor dat de financiering rondkomt. Zo kort gezegd. Nou, zo is het gegaan eigenlijk. Ja. Heel simpel. En als je daarop terugkijkt, zijn er dan... Is dat helemaal volgens plan verlopen of zijn er ook bepaalde punten? Nee, valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk niks waarvan je zegt van nou dat is eigenlijk anders verlopen dan hoe we het vooraf hadden bedacht. Nee, eigenlijk niet. We hadden het voor onszelf een beetje redelijk goed uitgedacht. En ja, het enige wat dat tegen kunnen vallen dat de bank had neergezegd. Maar ja, dan hadden we het pand ook niet gewoon kunnen kopen. Zo simpel is het. Dus eigenlijk is dat stappenplan eigenlijk best wel makkelijk gegaan. En toen kwamen jullie uiteraard bij Ik Vertrek. Ja. Hoe is dat gegaan dan? Nou, dat is wel zo grappig natuurlijk. We zaten nog, nadat we het pand hadden gekocht, zaten we nog... We waren natuurlijk verwend kijken van Ik Vertrek. Ja, als dat je wel. Die gedachte heeft om, om te gaan emigreren, dan kijk je elke aflevering. En toen zaten we nog, nadat we alles rond was, zaten we koffie te drinken. En toen kwam het eigenlijk het idee van waarom gaan we niet meedoen aan Ik Vertrek. Toen zeiden we eerst als we, weet je wel, met je kop tv. Dat is ook zo wat natuurlijk. Want ja, je weet ook niet wat ze natuurlijk filmen. Je bent aan de grote overgeleverd, werkelijk waar. En toen, volgens ons idee hadden we het wel redelijk strak staan. Dus we dachten van, nou ja, we gaan dat gewoon doen. En aangemeld en we werden uitgekozen. Het plaatje was mooi. Het plaatje was mooi en nou hoppakee, gaan met die banaan. En dat heeft voor ons echt een vliegende start gegeven, moet ik wel zeggen. Wij kregen dus de mailtjes van, kijk, zo kan je dus ook emigreren. En niet om ons op de schouder te kloppen, maar wij hadden het wel op een of andere manier alles geregeld. Ik Vertrek heeft er wel voor gezorgd dat wij echt een vliegende start hadden. Ja, absoluut. En dat was ook wel leuk. Uiteindelijk is het wel een mooi document geworden ook. Zeker. Ja. Een vliegende start in welk opzicht? Omzettechnisch. Ja. Heel duidelijk. Veel gasten die boeken naar aanleiding van de aflevering. Ja. En blijvend, zelfs tot de dag van vandaag, is het domeinnaam wat wij hadden, is nog steeds een hot item. Ik bedoel, jij weet zelf, jij zat die nacht zelf ook achter je computertje. Ja, dat was wel heel leuk iets. Ja, wat er gebeurd is. Dus, wij keken altijd Ik Vertrek. En wij kwamen er altijd achter als wij op de bank zaten met onze iPad, dat je niet meer op de website kon. Altijd. Bij elke Ik Vertrek uitzending konden we niet meer op de website. Dus ik had contact met jou gehad. Ik zeg, Jasper, hoe gaan we dat oplossen dat we dat niet hoeven? Nou, zei jij, dat gaat ons lukken. En, en inderdaad... Tot twee uur s'nachts. Tot twee uur s'nachts was je gepermitteerd om inderdaad naar bed te gaan natuurlijk. En dan toch nog, kun je nagaan hoeveel mensen op de bank zitten in Nederland toch even op jouw website kijken. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat had ik nooit verwacht. Hoeveel mensen er dus op de bank met een iPadje of een telefoon... Ja, toch jullie site aan het zoeken zijn. Ja. Want we hadden echt per seconde... Ik meen nog iets te herinneren van 2000 kliks per seconde. Ja. Ja. Zo veel bezoekers dat oplevert. Ik Vertrek kijken 1,4 miljoen mensen naar. Ja. Ja, onze uitzending was ook iets van 1,4 miljoen mensen. Ja. Nee, en de tweede uitzending was ook zoveel. Dus de tweede aflevering. Zelfs de herhaling. Ja, want dat weet ik ook nog wel. Ja. Dat op een gegeven moment meldingen kregen van de server van... Nou, die site is wel druk. Ja. Ja, dan appten we even met elkaar. Volgens mij hebben jullie nu een herhaling te pakken. Het grappige ook er nog wel bij is... wij zaten natuurlijk al op booking.com. Wij kregen dus... wij hoorden die nacht al en die ochtend al... heel veel reserveringen binnenkomen. En... waar het gros ook van geannuleerd werd, dat vooropgesteld. En op een gegeven moment komt de vertegenwoordiger van booking.com... die komt twee dagen later. Die kwam binnen en die zegt... ik moet toch eens even iets vragen aan jullie. Wat gebeurt er? Wat is er gebeurd met jullie? Nou, die begreep er helemaal niks van wat er aan de hand was. Dat vonden ze wel leuk. Ook de server van booking.com, die had iets gemerkt. Ja, die had iets gemerkt van, wat is hier gebeurd? Dat was wel heel leuk. Ja, dat was wel leuk. Dus dat. Ja, dat was wel leuk, die werking natuurlijk. Ja, die werking natuurlijk, ja. Ook daar zagen ze van, dat klopt iets niet. Maar goed, uiteindelijk heeft het ons wel wat gebracht. Ja. Dus, zo doen we dat. Nou, dan gaan we even door naar de startfase.
Hè, dus jullie zijn nou eenmaal geëmigreerd. Ja. Hè, jullie zitten er nu. Nou, dan heb je een bepaalde startfase. Er moet geld verdiend gaan worden. Ja. Met welke mindset zijn jullie daarin gegaan? En welke troubles hebben jullie gehad? Niet. Nee, we hebben weinig troubles gekend. We hebben heel veel vanuit het Nederlandse hadden wij natuurlijk heel veel vrienden en kennissen die helemaal benieuwd waren wat wij gingen doen. En dat heb je in het begin ook. In het begin heb je ook, ze zeggen ook altijd als je een pensioen start, het eerste jaar is makkelijk. Want eerste dan komt iedereen die is nieuwsgierig en iedereen komt kijken. Het eerste jaar is heel makkelijk. Dus het eerste jaar hadden wij inderdaad heel veel collega's van Monique, collega's van mij, die allemaal kwamen. En allemaal en hartstikke gezellig natuurlijk, want het zijn allemaal mensen die je kent. En dan tussendoor komt dan toch ook de boekingskanalen die ook nog kamers meepakken. En zo kom je er een beetje in. En dus dat was eigenlijk zo onze eerste aanloop. Dat ging eigenlijk fantastisch. En dan kwamen we dus bij Ik Vertrek, die dus het eigenlijk overnam. En toen werd het nog eens een keer verdubbeld. Ja. En de oude eigenaren die zaten pas toen wij het kochten in de zomer, augustus, zaten ze voor het eerst pas op een boekingskanaal. Bekende boekingskanaal. Ja. En die zeiden toen al van, dat hadden we jaren eerder moeten doen. Hun zaten nog een beetje in de oude tijd van dat de mensen langsreden en dat het boekje, een bordje aan de gevel hing van het zien we vrij, wat je in Duitsland vroeger zat en in de Oostenrijk. En dat die tijd is veranderd. Iedereen zit nu in zijn auto op zijn mobiel een kamer te zoeken. En dan zijn die boekingskanalen natuurlijk geweldig. Ja. En dat die hebben wij opgepakt, met name ook met jullie, met een goede website en dat het voor de mensen makkelijk was om te boeken. En dat gebeurde dus ook. Ja. Dus. Over welk jaar praten we nu? 2012. Ja. 2012 zijn wij gegaan. Dat was dus ons eerste jaar, wat ik zei. En 2013 waren wij inderdaad op televisie met Ik Vertrek. Ja. Ja. Hey, en dan gaan we het hebben, want in het begin is alles nieuw. Ja. Ja. Hey, jullie zijn een beetje onervaren. Ja. Ja. In principe. Kun je dingen noemen waar jullie tegenaan zijn gelopen? Wat gewoon echt puur onervarenheid was? Het samen heel de dag werken, dat is een ding waar je aan moet wennen. Wij hadden natuurlijk allebei gewoon een eigen baan. En 's avonds kom je thuis en dan heb je een heel ander leven. Maar nu moet je samen gaan werken. En dat is ook natuurlijk wel een grappig iets. Want daar moet je een balans in zien te vinden. Van wat ga jij doen? In het begin we hadden natuurlijk ontbijt. En dan liep ik naar de ontbijtzaal en hij. En wie hebt dat nou gedaan? Ja, dat zou ik toch doen? Zo ging dat natuurlijk. Dus er ging in het begin best wel eens even een kleine strubbeling af en toe. Maar toen hebben we gezegd van we gaan het anders doen. Ik doe bijvoorbeeld, ik was altijd aan het snijden en hij liep. En op een gegeven moment, als je dat met elkaar afgespreken, dan krijg je een ritme daarin. En duidelijk ook van, ik ben van die financiën, hij is wij zeiden altijd, ik ben financieel directeur, hij is technisch directeur. Dus zo hebben we het eigenlijk een beetje verdeeld. Ja. En uiteindelijk vind je daar je weg al in. Dus, zo. Ja, maar zijn er ook wel eens situaties geweest waarbij jullie achteraf, ik praat natuurlijk ook een beetje uit ervaring, maar Oostenrijk verrast je ook wel eens. Zijn er dingen te noemen wat jullie echt verrast hebben aan Oostenrijk? Wat onverwacht is geweest? Nee, eigenlijk alleen maar positieve dingen. Nee, ja. Met name dat wat wij zochten, dat twee seizoenen, want wij hadden altijd vakantie gevierd in de andere kant van Carinthië. Waar het in de zomer helemaal geweldig was, maar in de winter gewoon helemaal niemand zag. Ja. En wij waren wel verrast door het feit waar wij nu zaten, dat daar gewoon winter, zomer, maar eigenlijk zelfs ook de tussenseizoenen altijd mensen zijn. Ja. Als wij daar geen mensen willen hebben, moeten we hem echt handmatig sluiten. Ja. En anders hadden we altijd mensen. En dat had ons wel verrast. Dat het wel heel erg, dat is echt heel positief. Ja. En het pand op zich verkocht zichzelf, ook als de mensen één keer geweest waren. We hebben heel veel terugkerende gasten. Heel veel. En dat de mensen die hadden echt een vakantiegevoel bij ons in de tuin was echt geweldig. En dat heeft ons wel verrast, het pand. Maar jullie hebben natuurlijk ook potentie. Ik weet hoe het in het begin was, hè, in de ik vertrek tijd, zullen we het zo maar zeggen, ten opzichte van nu. Jullie hebben het uiteindelijk weer verkocht, maar daar hebben we het later misschien wel even over. Maar je hebt er ook ontzettend veel aan verbouwd. Ja. Dat is het voordeel als je al die tijd in de bouw gewerkt hebt.
Je kan heel erg veel zelf. En dat is wel belangrijk. Als je, ik adviseer altijd mensen als ze gaan emigreren. Als je niks kent, doe dan alsjeblieft cursussen iets. Want als je echt afhankelijk bent van de Oostenrijkse vakman, dan kom je wel eens met de koude kermis thuis. Want dan ook in Oostenrijk is het probleem van de vakmensen die er niet zijn. En misschien nog wel erger als in Nederland. En je moet het wel zelf kunnen. En ik zeg altijd, een toilet gaat altijd in het weekend kapot, nooit op maandagochtend. Dus ja, je moet altijd, altijd moet je zelf dingen kunnen. En badkamers. En dat was, vind ik het ook het mooie van ons werk. Je hebt twee hoogtepunten in de zomer en in de winter qua bezetting. En in andere tijden is het gewoon rustiger. En dan kan je dat soort dingen juist heel mooi aanpakken. Dan kun je twee kamers sluiten om daar de badkamers te vervangen. Dat heb ik dus gedaan. Ik heb ze allemaal een keer vervangen. Want het was een pand was oud. En maar je staat natuurlijk ook altijd voor de uitdaging. Want ik weet ook nog wel dat we een keer in het verleden een wifi-systeem hebben aangelegd. Ja. Ja, het zijn zulke muren. Je komt er niet doorheen. Daar moet je best wel creatief omgaan. Ja. Maar dat is juist de uitdaging om dat te doen. Ja. Maar dat is eigenlijk allemaal wel gelukt, ja. En dat is ook het voordeel, dat als je in een bouwerij en in een renovatie gewerkt hebt, dan moet je denken in oplossingen. Ja. En dat is tot nu toe altijd nog goed gekomen. Ja. Dus ja, eigenlijk hebben jullie de minste zorgen gehad, als ik het zo hoor, om het werven van gasten en boekingen. Dat is eigenlijk heel makkelijk gegaan. Ja, heel makkelijk. Net vertelde je, in het eerste jaar heb je heel veel bekenden uit Nederland die graag even interesse tonen. En daarna heb je voornamelijk via booking.com gasten ontvangen die daarna weer zijn blijven hangen en terug gaan kunnen. Juist. Oké. En hoe heb je dat nog eens op een bepaalde manier gestimuleerd dat gasten weer terugkomen door bijvoorbeeld een korting voor het opvolgende jaar te bieden of iets dergelijks? Ja, gasten bij ons die bij booking.com komen, die betalen de commissie die hun rekenen, betalen ze zelf. En we hebben dan al heel snel gezien dat als je rechtstreeks boekt, dat je dan die paar procent in je zak kan douwen. Ja, en precies. En we geven de mensen ook altijd, als ze afrekenen bij de eerste keer, een kaartje mee. Joh, als je de volgende keer komt, boekt gewoon via onze eigen site. Ja, kijk, dat is een goede tip. Ja, dat is natuurlijk een goede tip. Boeking is heel belangrijk voor je pensioen om vol te krijgen. En ook continuering van je pensioen. Dat is heel belangrijk. Ja, nou, zeker in de startfase. Want je moet natuurlijk wel ergens. Die gasten uit Nederland die je al kent. Dat merken we dus nu weer. En nu we weer opnieuw zijn begonnen, merken we dat we daar dus gewoon niet buiten kunnen. Ja. Dus. En daar hebben we het, ik vertrek er niet bij, dus nu moeten we weer eigenlijk een soortement van onderaf aan beginnen. Ja, want je zegt wel opnieuw begonnen, vertel. Nou ja, we hebben ons pand, wat Jasper natuurlijk net al zei, we hebben het verkocht. En we zijn nu kleinschalig bezig. Dus dan moet je dus eigenlijk weer opnieuw opstarten. En waarom die switch? Waarom het verkopen? Dat met leeftijd te maken. Met onze leeftijd. ik werd 60. En dat is zo'n leeftijd dat je denkt van, oké, hoe lang ga ik nou nog werken? Hoe lang, wat wil je nog? En dat vooral, dat laatste. Wat wil je nog? Nou, en toen hadden we gezegd van, we willen terug naar Nederland was totaal niet in vragen. Dus wat willen we dan? Nou, en dan zouden we eigenlijk aan dezelfde kant van de berg een pand willen hebben. En waar we het nog een klein beetje kunnen verhuren, maar wat kleiner wordt. En dat pand kwam letterlijk voorbij. En toen zijn we ingestapt en we hebben het pand gekocht. We hebben een jaar lang het samen gehad om het ene te kunnen draaien. Met name dat Monique en ik kon verbouwen. Dat moest wel een verbouwen, want het was een timmerwerkplaats. Dat had absoluut geen appartementen. En ik heb daar appartementen in gebouwd in de coronatijd, want die was begonnen. En het mooie daarvan was dat we meer vrije tijd hadden. Omdat we op een gegeven moment, corona was in Oostenrijk echt heel streng. Ja. En dus we hadden heel veel vrije tijd om dingen te doen. Het hield ook wel in dat zelfs de bouwmarkten gesloten waren. Maar dan is ook weer het internet heel fijn met vrienden die alle spulletjes kwamen brengen elke dag weer. Dus dat was wel heel mooi. Ja. Maar eerst bij Panool kocht je natuurlijk een accommodatie die al jarenlang, decennia lang al in beheer was van de eerste familie nog inderdaad. Ja. Maar nu is het in één keer een nieuwe accommodatie. Ja, totaal nieuwe accommodatie. Ja. Heb je daar ervaren dat het daar bijvoorbeeld wel lastiger is om gasten te werven? Omdat je een nieuwe naamsbekendheid opnieuw moet opbouwen? Ja, dat wel. Dat is natuurlijk wel. Dat is zeker wel. We hebben wel heel veel stamgasten van Panool die zijn meegekomen naar onze nieuwe locatie. Omdat als gasten voor het vijfde, zesde jaar gekomen, dat worden niet alleen gasten, maar dat worden ook een soort van vrienden. Je kijkt uit naar sommige gasten, heel veel gasten trouwens. Daar kijk je naar uit en dat worden vrienden. En die zijn allemaal meegekomen. Ja. Het grappige ervan is natuurlijk,
We hebben nu, nu gaat het winterseizoen weer beginnen. Nou, we hebben één winter niet gedraaid vanwege vanwege de corona. Dus vorig jaar winter was eigenlijk onze eerste winter. Nou, dan ben je afhankelijk van Booking.com. Want Nederlanders die komen nog steeds, hebben nog steeds moeite om een stukje door te rijden naar Carinthië. Terwijl het skigebied natuurlijk prachtig is. Maar goed, buiten dat. Dus je werkt heel veel met Booking.com. Die mensen die komen dan ook. En het grappige daarvan is, daar zijn dus nu alweer mensen van. En dan praat ik over de Hongaren, de Tsjechen en heel veel Oostbloklanden. En die gaan dus nu ook weer dit jaar weer terugkomen. En dat komt nu wel langzaam alweer op gang. Dus ja, je hebt die start wel nodig met Booking.com natuurlijk in het begin weer. Maar nu ga je ook merken dat... we hebben er nu een paar ook, hè? Die dus van vorig jaar ook nu weer deze winter terugkomen. Nou. En dat is wel leuk. Dus. Hey, en jullie hebben nu Kloosterstube. Hoe zijn jullie op die naam terechtgekomen? Dat is wel een heel leuk verhaal. Het pand heeft 3 appartementen en een woonetage voor onszelf. Maar daarbuiten hebben we een soort grote schuur. En daar hebben we een stube van gemaakt. En de stube is omgezet iets naar een... vertaald is het ongeveer een woonkamer. En we willen eigenlijk dat de mensen zich thuis voelen, ook daar. Dat vanuit de appartementen zich daar kunnen voelen. En het allerleuke is, want hoe ga je dat nou goed in goed Duits neerzetten? Ja. Wij hebben inmiddels een Duitse schoondochter. En die heeft die naam ook verzonnen. En Klooster is natuurlijk van onze naam Kloosterman. Ja. En die stube is dan dus eigenlijk de huiskamer van ons. En zo dragen we het ook uit. En zo wordt het ook door de mensen opgenomen. Die komen allemaal, ze gaan allemaal hun koffer uitpakken en komen dan naar de stube. Ja. En drinken een kopje koffie of een biertje. En dat is wel heel erg leuk. Ik denk dat alle luisteraars wel even een overnachting willen gaan boeken nu. Hoe doen ze dat? Waar kunnen ze terecht? Nou, ze kunnen natuurlijk via de bekende boekingskanalen van booking.com kennen ze het heel snel, kennen ze ons vinden. Maar dan betaal je commissie. Ja, ik wil ja, dat. Ja, dat. Dus. En zonder commissie? Commissie gewoon via onze website. Onze website kloosterstube.at. Of via onze Facebookpagina kan ook natuurlijk. Kloosterstube, dan zijn jullie zeker vindbaar. Ja, zeker. Ja. Zeker en anders even .at erachter en dan hebben jullie site te pakken. Nou. Ja, dan maken jullie een besluit om te gaan emigreren. Wat doet het nou met familie? Ik denk veel. Waarschijnlijk wel. Als je een goede band met elkaar hebt, kan dat best wel veel doen. Je staat er op dat moment niet zo bij stil. Maar je gaat dat pas ervaren op het moment dat je dus daadwerkelijk geëmigreerd bent. En je ziet in onze Ik Vertrek uitzending ook dat mijn ouders, mijn zus, die waren mee. Dan zie je ook dat ze de moeite mee hebben. Ik zelf ook. Ik had het niet verwacht. Maar ja, dan gebeurt er thuis wat. In zoverre. Die oudste van mij die werd in het ziekenhuis opgenomen vanwege zijn blinde darm. Ja, dan ben je er morgen niet. Dan ben je er niet een uur later. Dan moet je gaan plannen. Van oké, we moeten nu weg. Helaas met mensen die komen te overlijden kan dat ook natuurlijk gebeuren. Ja, voor onszelf hebben we daar wel duidelijkheid nu in gemaakt. Van als er wat gebeurt met die of gene, gebeurt er wat in zijn familie. Gaat hij als eerste, gebeurt er wat in mijn familie, ga ik als eerste. Omdat je toch een bedrijf hebt en dan kan je dat thuis eventjes regelen, organiseren. Maar de ander gaat alvast weg. Ja. Nou, zo hebben we dat met elkaar afgesproken. Maar ja, dat blijft in het begin ook voor de kinderen, ook voor de familie, even wennen. Nou hebben we tegenwoordig natuurlijk gelukkig FaceTime. Dus dat is al heel wat. Dus je ziet elkaar niet lijfelijk, maar je ziet elkaar toch. En je kan makkelijk gesprekken voeren. Wij doen dat heel veel, FaceTimen. En dat is wel gewoon heel prettig. Ook om de stomste dingen. Gewoon toch even bellen of iets laten zien of wat dan ook. En zo hou je contact heel goed met even elkaar. Even een fotootje sturen als je ergens bezig bent. Ja. Of dat soort dingen. Ja. Maar dat was wel even een neusstoter in het begin. Dat ik dacht van, wil ik dit nou wel? Heb ik het nou wel zo bedacht? Maar je moet jezelf ook de kans geven om dat toe te laten en jezelf de ruimte geven om dat een plek te geven. En er zijn ook mensen, daar lukt dat dus niet bij. Die blijven dus last houden van die heimwee. Ja, en dan moet je een besluit nemen.
Wat doe ik? Blijf ik zitten? Of ga ik terug? Wij hebben altijd gezegd, we gaan het 3 jaar proberen. In die 3 jaar gaan we het proberen vol te houden. Krijgt een van ons dan echt heimwee, dat je er ziek van wordt en dat je gewoon ellende gaat voor. Dan gaat er weer een bord in de tuin en dan gaan we terug. Ja. Zo simpel kan het wezen. Ja. Nou, dat is niet gebeurd, want we zijn inmiddels alweer 10 jaar weg. Dus, dus dat. Maar ik kan me best wel voorstellen dat ik zag dat in mijn dat ik steeds vaker terugging. Ja. Kijk, ik ben uiteindelijk terug naar Nederland gegaan natuurlijk. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen bij jullie dat jullie hebben natuurlijk ook 2 kinderen. Ja, dat klopt. Daar gebeuren ook levensgebeurtenissen, zou ik het zo maar noemen. Dus dat resulteert er misschien wel in dat jullie steeds vaker teruggaan. Nou ja, dat is ook de keus geweest om uiteindelijk het pand te gaan verkopen. En zododat wij meer vrije tijd hebben om makkelijker te kunnen schakelen. Dat is een onderdeel, ja. Dat is een onderdeel. Ja. Ik bedoel, we gaan nu weer naar Duitsland. Want mijn oudste zoon die heeft weer hulp nodig bij een verbouwing. Dus Pierre stapt in de auto en Pierre gaat daar helpen. Ja. En die mogelijkheid heb je dan ook veel makkelijker. We hebben nu een pand waar we dus gewoon dan van rond kunnen komen. En wat meer vrije tijd die we hebben, die kunnen we dus gewoon gebruiken. Om dan toch weer wat meer naar Nederland te kunnen. Ja, eventueel. Ja, dat geeft iets meer vrijheid om vakantiewoningen. Om te doen wat je dus dan eventueel zou willen doen. Of iets meer op vakantie. Of meer naar Nederland. Of ze kinderen ons nodig hebben. Ook binnen ons. We hebben nu afgelopen jaar bijvoorbeeld een kentekaart gekocht. En dan zijn we gewoon vaak ook met gasten zijn we mee geweest naar de mooie omgeving. Ja. We woonden er wel in, maar we hadden geen tijd om het te gaan bekijken. En dat is nu wel gebeurd. Ja. Nee, maar dat zie je met heel veel Nederlanders die emigreren. Die storten zich daar volop in. Ja. En gaan pas eigenlijk een paar jaar daarna gaan ze echt de natuur in. En gaan echt ervaren. Ook, hebben wij ook gehad. Maar gewoon omdat het echt niet kon. Omdat het gewoon veel te druk was. Ja. Als je 8 eenheden hebt of 9 eenheden, wat we daar hebben, dan komt er altijd wel iemand aan of gaat altijd wel iemand weg. En dan moet die kamer ook weer schoon. En die komen allemaal weer vroeg aan, want die rijdt 's nachts en die rijdt overdag. Ja. En dan heb je gewoon, je bent altijd bezig. En wij waren wel van het standpunt, als de gasten aankomen, moeten we er zijn. Ja. En dus wij wilden altijd zijn. Dus er was gewoon geen tijd voor. En nu hebben we meer die interactie. Ja. Hey, je hebt familie in Nederland achtergelaten. Ja. Je hebt een fantastisch bedrijf op weten te zetten. Ben je nou gelukkiger dan toen je in Nederland woonde? En zit dat dan in de omgeving, in het bedrijf, in de dingen die je doet? Waar zit dat dan echt voor in? Ik denk wel. De vrijheid die wij hebben, het levensgeluk wat je daar hebt, het fijne wonen. We hebben het. Minder stress? Veel minder stress, zeker wel. En voor ons is het echt, zeg maar, altijd vaker dat we hier mogen wonen. Ook als we s'avonds even met de hondjes lopen, dan zeggen we, moest kijken. En na 10 jaar, het verveelt nooit. Nee. En wij zijn nog steeds blij dat we dit doen. We hebben ook helemaal geen intentie om terug te gaan. En omdat we meer vrije tijd hebben, kunnen we wat vaker naar Nederland, naar de kinderen. Want dat is echt het ding. En dat gaat eigenlijk goed. We kunnen ons erin vinden. En minder stress ervaar je dat omdat je het gewoon rustiger hebt en meer tijd kan maken voor dingen? Veel meer levensgenot heb je. We hoeven niet meer die merkkleding, we hoeven niet meer die grote televisie, we hoeven niet meer die duurste iPhone. Dat is heel anders. En dat omdat de omgeving ook zo is. In Nederland loop je mee, je go met de flow. Ja. En dat is gewoon zo. En je doet het gewoon. Ook al als de buurman een grotere auto hebt, gaan we zelf ook weer kijken. Oh, moeten wij ook niet wat? En dat is in Oostenrijk heel anders. Je hoeft niet zo'n dure merk spijkerbroek te hebben. Dat is echt. Dat geldt zie ik ook aan de kindertjes die daar wonen. Het is allemaal wat minder gehaast en minder stressvol. Ja. Dat is het grote ding wat komt het vandaag niet, komt het morgen wel. Ja, ze zijn wat minder materialistisch. Absoluut. Nou, veel minder materialistisch. Ja. En ook wat rustiger. Als de elektricien die je besteld hebt vandaag, die komt die morgen. Dan komt die wel. Alleen in Nederland is dat er bijna de doodstraf op. En dat is daar niet. Nee. Dat viel mij altijd heel erg op. Dat ik, als ik weer terug naar Nederland ging voor een bezoek. Het is maar 1000 kilometer weg. Ja, zo wijd is maar, niet. Maar op het moment dat je de grens overging, het was gestresst, het was drukte. Plannen. Ja. Als je dan met mensen afspraken probeerde te maken, dan werd dat. Ja, dat was ik veel te laat. Want dat was maar 2 weken van tevoren dat ik een keer een appje stuurde. Ja. Dat is Nederlanders, die zijn allemaal volgens de agenda en tijdstippen. Ja. Ja, dat.
En ja. Dat zijn ze niet zo van in Oostenrijk. Nee, dat bedoel ik. In Oostenrijk heb je dat bijna niet. Nee, dat klopt. Nee, dat is, ja. Maar daar wen je ook aan. En ja. Dan ga je vanzelf ga je daarin mee. Oh, hij komt niet. Nee, ja, ach. Ik merk het ook wel aan de Nederlanders die in Oostenrijk wonen. Die nemen ook echt die Oostenrijkse mentaliteit over. Ook in communicatie en hoe ze doen. Ja, ik kom er nog op terug. Ja. Ja. Een Nederlander komt daar inderdaad die week nog op terug. Maar een veroostenrijkste Nederlander, zou ik het zo maar noemen. Ja, daar zit wel dynamiek ja. in. Ja. Kijk, ik ja, heb, zeker wel. Ik heb natuurlijk ook mijn ouders nog in Oostenrijk wonen. Maar daar zie ik precies hetzelfde. Toch gaat de cultuur... Een beetje in je zitten. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook met taal. Ja. Want als je echt tussen gaat zitten, tussen de Oostenrijkers, dan leer je de taal natuurlijk ook goed. Ja, zeker wel. En wat ik nu bij dialect. Jullie... Ja, wat ik ook bij jullie merk, is dat er dan inderdaad af en toe Duitse woorden tussendoor komen. Ja, ja. Maar ja, dat gaat ongemerkt. Ja. Af en toe moeten wij ook nadenken. Oh ja, hoe zeg je dat ook weer in het Nederlands? Ja. Ja, dat was het ook alweer. Maar hoe ben je destijds dan ontvangen in Oostenrijk door de locals daar? Eigenlijk heel goed. Maar in het begin ben je eigenlijk zo bezig met het pand, met je bedrijf aan het opstarten, dat je eigenlijk niet veel contact met de locals hebt. En je hebt je gasten. Wij zijn heel goed door de familie Pernul opgevangen. Zeker wel. En die hebben ons echt wel in het begin heel goed begeleid en geholpen. En eigenlijk vind je dan zelf gaandeweg je weg wel. Maar dan leer je eerst die kennen. En zo gaat dat. Zo bouw je dat langzaam op. Maar je bent hoofdzakelijk bezig, zeker die eerste jaren... Met je gasten je bedrijf opbouwden. En dat zijn Duitsers, dat zijn Oostenrijkers, dat zijn Nederlanders. Dus veel tijd om andere dingen nog erbij doen hadden wij toen niet. En ook omdat wij in de tussenseizoenen ook heel veel aan het verbouwen waren. Dus Natas, die natuurlijk ons pand nu gekocht heeft, ja, dat was voor haar klaar. Dus knip en klaar. Dus die, dat is weer heel anders. Die heeft een hele andere ervaring. Ja, daaruit. Die heeft daar een hele andere ervaring, denk ik. Hey, maar ik weet niet hoe goed jullie eigenlijk in Duits waren in het begin. Niet. Niet zo de steenkolen Duits. Ja, je schoolduits. Je schoolduits, dat is dan hoogduits. Krinti is dan een streek met enorme... Dialect. Ja. En, maar... In het begin heb ik ook een paar keer wat met Oostenrijkse bedrijven meegewerkt. En ik was een beetje aan het zoeken, gaat het pand zoveel opleveren dat ik alleen maar daar kon blijven. En ik heb in het begin wat mensen geholpen, ook met Oostenrijkse installateurs. En dan leer je wel heel snel de taal. En dat is wel, als je de hele dag mee bezig bent, dan leer je de taal heel snel. En en na 10 jaar... Kunnen we ons redelijk verstaanbaar maken. Ja. Was dat in het begin niet heel lastig dan? Want je moet natuurlijk ook fiscale verplichtingen moet je aan voldoen. Ja, dus je, in plaats van op belastingdienst.nl inloggen, ga je in één keer naar een ander systeem. Daar heb je een boekhouder voor. Ja. We hadden een Oostenrijkse boekhouder toegenomen. En die hebben ons best goed geholpen, moet ik zeggen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dan heb je alsnog wel een taal te overbruggen met elkaar. Jawel, als je met elkaar ervoor gaat zitten... en dan kom je daar ook wel uit. En dan vraag ik nog een keer, wat bedoel je daar nou mee? Toch zo'n accountant, die praat ook niet... Ja. Als hij tegen jou praat, praat hij toch wel hoogduits. En niet dat hele verbasterde Duits. Dat doet hij dan niet. Ja. Ze kunnen het allebei, hoor. En wat is er nou in Oostenrijk echt anders... We hebben registrierkassen en je hebt een verplichting om bij de gemeente gasten in te checken. Ja. Wat is dan nou anders in Oostenrijk, ook fiscaal misschien wel, ten opzichte van een accommodatie in Nederland? Waar moet je dan op letten? Want eigenlijk, je springt maar in het diepe. Ik zou niet weten, want wij weten helemaal niet wat ze dus in... We hebben natuurlijk in Nederland nooit een bedrijf gehad. Dus ik zou ook niet weten wat het verschil is. Dus eerlijk gezegd, kunnen jullie misschien zeggen, maar wij niet. Wij hebben in Nederland natuurlijk geen bedrijf gehad. Het is gewoon, wij moeten natuurlijk ook belasting afdragen, net zoals als in Nederland. Dus dat is natuurlijk sowieso hetzelfde. Nou, ik denk ook een hotel in Nederland moet ook zijn toeristenbelasting afdragen. Nou, dat moeten wij dus ook. Dus en van je omzet moet je ook... betalen. Dus. Wat we wel merkten is dat wij dingen digitaal wilden doen vanuit Nederland en dat ze daar nog met een bloknoot de toeristenbelasting opschreven en het wegbrachten naar de toeristenbureau. Ja. En dat is wel veranderd ook. Dat zeiden ze tegen ons. Ja. Oh, je hebt het al. Toen zeiden we hebben ook wel eens bijvoorbeeld een vloer laten leggen. En toen zei de man, je hebt het al overgemaakt. Ja, dat was in het begin wel grappig. Dat was in het begin nog wel 10 jaar geleden, zeker.
Wij waren wel meer gedigitaliseerd dan de Oostenrijkers. Ja, dat zeker wel. Maar dat hebben ze inmiddels daar ook allemaal wel, moet ik zeggen. Al zijn er nogal heel veel Oostenrijkers die dat niet doen. Daar wordt ook de salaris of de mensen die een uitkering hebben, wordt daar aan de deur afgeleverd. Daar blijf ik ook altijd om lachen. Dus dat ik... dat zal ik een leuk voorbeeld geven. Wij hadden allebei een keertje fysiotherapie nodig. En op een gegeven moment hadden wij daar de rekeningen voor ingediend. En dat dus teruggestort ging worden. En op een gegeven moment staat er een postbode voor de deur. En die zegt, ik kom geld brengen. Ik zeg, kom geld brengen? Hoezo dat dan? Hij zegt, ja, van onze ziektekostenvereniging krijg u zoveel geld. Dus ik stond daarvan. Nou ja, en die kwam gewoon een paar honderd euro zo aan ons afgeven bij voor de deur. Dus wij hadden zoiets van, nou, moet niet gekker worden hier. Maar. Daar zag je heel erg dat het digitale in Nederland veel meer ontwikkeld was. Ontwikkeld en nog steeds. Ja. Er zijn mensen die krijgen dus op de eerste van de maand via de postbode hun pensioen cash uitbetaald. Ja. Oké. Hey, maar dan hebben we het echt wel even een beetje over die cultuurverschillen al. Hè? Maar kunnen jullie nog een paar van die cultuurverschillen, van die dingen die echt heel opvalt? Nu jullie weer een week terug zijn in Nederland. Wat valt nou op qua cultuurverschil? We hebben het al een stukje gehad over de kalenders hier in Nederland. Kunnen jullie nog wat opnoemen? Nou, weet je wel, de geslotenheid van Oostenrijkers. Die houden het allemaal wel achter de voordeur. En Nederlanders zijn veel meer open. Als ik mijn buurman in Nederland ziet klojoen met zijn dakkoffer op zijn auto, dan ga ik naar hem toe en help ik hem. Ja. En Oostenrijker die voelt zich dan een soort van, ik ken het zelf niet, ik moet, hij gaat mij helpen. Ik sta te tobben schijnbaar. Ja. En dat is een beetje, je moet je eigen even aanmelden, zullen we zeggen. Dan zeg ik het altijd maar. Je moet tegen een Oostenrijker zeggen, zal ik u even helpen? Heb je hulp nodig? En als je in Nederland zijn we spontaner in het pak beet. Ja. Dat moet je daar niet doen. Hey buur, hoe gaat het? Ik help even. Kom ja, even. Ja. En dan als je dat gewoon eventjes vraagt en even een beetje overlegt, hebben ze er ook wel weer waardering voor. Ze vinden het heel fijn. En met name hun hebben veel buitenlanders en hun zeggen toch ook wel, de Nederlanders zijn echt wel heel aanpakkers. En de Nederlanders die pakken bijvoorbeeld hun pand ook heel erg aan. Hè. Wij zijn natuurlijk allemaal van het opknappen. De televisieprogramma's. Die hebben je er altijd gehad natuurlijk. Ja. Met z'n allen naar de praxis. Dat is gewoon... Nederlanders. Typisch voor Nederlanders. Veel meer. Ze laten daar veel meer door de bedrijven het doen. Terwijl de Nederlanders het allemaal zelf doen. Ja. En ze zitten veel langer op hun meubilair. Ik weet niet of het voor de jonge generatie is. Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat is altijd een ervaring die ik had. Ze gingen uit huis, kochten meubilair. En dan zaten ze over 30 jaar nog op. Ze lieten het misschien een keer opnieuw stofferen. Maar hoeveel huizen ik wel niet bij Oostenrijkers binnen ben geweest. Ja, klopt. Waar gewoon de inrichting staat zoals hij misschien al van de ouders was. Of. Maar het leven is natuurlijk ook heel anders. In Oostenrijk leef je veel meer buiten. Ja. En in Nederland, een Nederlander, die leeft veel meer binnen. Ja. En die is dan daardoor ook... ik was laatst bij een vriendinnetje van mij, die heeft een Oostenrijkse man. Zij is bij hem ingetrokken. En nou, die liep daar in huis dat ze dacht van... What the fuck, dat is de jaren 80 wat daar nog allemaal staat. En toen was ik bij ze en toen vertelde ik ook tegen Carl. Ik zei, ja Carl, wij Nederlanders leven veel meer binnen. En zijn dan ook veel meer met je huis bezig. Niet allemaal, maar er zijn heel veel mensen die dan het thuis binnen gezellig willen maken. En in Oostenrijk, je leeft zoveel buiten... Als de zon maar schijnt en dan ga je naar buiten. Want we hebben haast die wind niet. Dus het leven buiten is veel, doe je veel sneller. Ja. En dat is denk ik het verschil. Waarom wij Nederlanders veel meer met ons huis bezig zijn dan de Oostenrijkers. Ja, want ik weet ook echt nog dat er een keer een verzekeringsagent bij mijn ouders binnenkwam. En die zei, oh Maria. Ja. Die had echt zoiets van, wow, ik kom een designblad binnen, zeg maar. Daar snappen ze niks van. Ja, dat snapten ze echt niet van. Nee. Ja, dat zeg ik.
Er zijn zat mensen die nog echt een fax hebben staan en een cd-rek. En dat, dat zal je in Nederland... Oh ja, een fax, vertel dat mij. Dat zal je in Nederland niet zo snel zien. Ja, fax. Fax. Maar wat mis je het meeste vanuit Nederland? De stroopwafel. Nee, niks. Eigenlijk niks. Want in principe, qua levensmiddelen kan je daar ook genoeg krijgen. Ja, we nemen eens een zakje drop mee, maar voor de rest... Ik heb één ding, oude kaas. Kaas, ja. Dat kunnen dat ze niet. Ja, ik vind dat zo lekker en dat kennen ze niet. En het rare is dat de Oostenrijkers het heerlijk vinden. Ik neem wel eens mee van de oude eigenaar en dan vinden ze het echt heerlijk. Ja. Maar ze hebben het niet. Ze hebben het gewoon niet. Maar dat viel me altijd wel op. Want ik heb ook wel eens daar bij een kaasboer, een plaatselijke kaasboer gestaan. En dan was ik als Nederlander eigenlijk best wel trots, want wij zijn echt kaaskop en wij weten heel veel van kaas af. Ja, daar werd ik eigenlijk best wel uitgelachen. Want daarom zei jullie met je Gouda, het zit goed. Maar hun hebben zoveel soorten kaas. Ja. Ook. De koeien bij ons die staan op het weiland en die eten het gras. De koeien in Oostenrijk die staan in de Alpenweide en die eten alpenkruiden. Ja. Dus echt, en dat proef je gelijk aan de bergkaas die je eet. Die is echt, die lijkt dus wel een beetje op de oude kaas, omdat die zo vreselijk smakelijk is. Ja. En dat komt door alle kruiden die koeien eten. Ja. Dat is echt bizar. Ja. Maar echt oude kaas, dat dan nee, echt dat... die brokkelkaas, nee. dat kennen ze niet. Nee, dat niet. Maar voor de rest echt missen. We gaan naar de opnames nog even langs de kaasboer ben. Ja. We hebben alweer mee hoor. Dan sluiten we maar snel af, denk ik. Ja, ik denk dat we af moeten sluiten, we moeten gaan. Hey, hebben jullie eventueel accommodatiebeheerders die graag willen immigreren of die plannen maken? Hebben jullie een gouden tip of iets dat je mee wil geven? Een advies waar ze rekening mee kunnen houden? Ik zeg altijd, sluit het af eerst in Nederland en spring dan. Gaat gewoon komen, huur bij ons een omgeving. Dat hebben we trouwens al met heel veel mensen hebben we kunnen helpen. En die zijn inmiddels zijn ze ook in onze omgeving. En je moet het gewoon doen. En wat kan je gebeuren? Je hebt het niet naar je zin, dan verkoop je het weer en ga je terug. In deze tijd is dat allemaal zo makkelijk. Je hebt zo weer een huis gekocht of verkocht. Maar je moet niet te lang twijfelen. Ik hoor mensen die jarenlang maar twijfelen. En niet naar de zin hebben op te werken of wat dan ook. En doe het dan wij moeten gewoon. Ook. Dat horen wij zoveel mensen, gasten van ons, die zeggen van wat jullie gedaan, dat wil ik eigenlijk ook. Waarom niet? Waarom doe je het dan niet? Spijt kun je krijgen als je het niet doet, maar kun je niet krijgen als je het wel doet en het mislukt. Het hoeft niet per se Oostenrijk te zijn. Het kan natuurlijk elk land zijn. Door onze uitzending van Ik Vertrek hebben wij heel veel mensen over de vloer gehad. En we hebben ze altijd netjes te woord gestaan. Mensen, we hebben zelfs twee naast ons nu. Als buren. En geprobeerd te helpen zover mogelijk. En dat is ook... Je hoeft het wil niet uit te vinden als het al uitgevonden is, zeggen wij dan altijd maar zo. Dus ze konden altijd wel met de vragen bij ons. En het hoeft niet eens Oostenrijk te zijn, maar het kan willekeurig ander land natuurlijk te zijn. Gewoon doen, zeggen wij altijd. Niet bang zijn doen. Gewoon je droom achterna gaan. Gewoon klaar. Ja, het leven is veel te kort ervoor. Ja, precies. En het kan zomaar voorbij zijn. Dus weet je. Dan heb je het in ieder geval gedaan. Dan heb je het gedaan. Je hebt in ieder geval een ervaring opgedaan. Nou, dat. En misschien lukt het inderdaad niet. Bord in de tuin en dan ga je weer terug. En dan, dan zal je daar ook weer je moeite voor moeten doen. Maar als dat uiteindelijk dan is wat je dan toch wil, dan lukt dat ook wel weer. Ja. Denken wij dan. Maar je moet er wel voor 100% voor gaan. Want anders dan gaat het niet lukken. En allebei. Niet de dat is wel heel belangrijk. Je moet allebei 100%. Niet, als er 1,80 staat, moet je het nog niet doen. Nee. Want dan zeggen jij wilde liever... allebei 100%. Dan moet je het doen. Ja. Dan moet je het gewoon doen. Volledig erachter staan. Dat is wel belangrijk. Ja. Ik denk dat een mooi einde is van deze podcast. Ja. Denk ik ook. Het was geweldig dat jullie speciaal voor deze opnames helemaal naar Nederland afreisden. Graag gedaan. Wij kennen elkaar natuurlijk ook inmiddels al 10 jaar. We zijn met elkaar begonnen. Dus dat is natuurlijk ook wel daarom. Ook sterker nog, ik ben volgens mij nog in een glimp te zien op een Ik Vertrek uitzending. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, volgens mij wel. Dat weet ik niet meer. Moet je me nakijken. Ja, ik weet in ieder geval dat ik de cameramensen, die heb ik nog wel gezien. Ja. Ja. Stel jij de routers aan elkaar te prikken? Ja, dat klopt. Ja, ik was volgens mij jullie wifi-systeem of zo. Dat klopt. Je hebt onze website natuurlijk gedaan. Website. En daarom zijn wij nu ook zo blij dat je nu uiteindelijk toch door bent gegaan met My Tourist. En daar zijn we ook alleen maar blij mee. Ja, want dan moet ik wel de credits aan geven. Jullie zijn wel een van de motivators geweest. Die hebben gezegd van, je hebt zo'n mooi systeem. Je moet daarmee door, Jasper. Ja. 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 Nou, je ziet het, hè, wat het brengt. Hè. Ja. Dus, heel veel. We geloven jullie nu. Dus vandaar. Hey, bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Tot ziens. Vond je dit een interessante podcast?
In jouw favoriete podcast-app vind je meer afleveringen. Volg mij Toerist ook op YouTube om niets te missen. En kijk zeker eens op onze website, mytoerist.cloud.